Ter promotie van hun zesde studioalbum Roegaroo speelde de Wolf afgelopen zaterdag in de Music Machine in Sittard. Ondanks het slechte weer werd het in superdruk in-store optreden. Een honderdtal fanatieke fans trotseerden de regen en genoot van deze Geleense band. Roegaroo, hoe is de Wolf op deze titel gekomen? Dat is eigenlijk heel toevallig gebeurd. We gingen op een gegeven moment tijdens de plaatopnames, hadden we een gegeven moment van oké, we moeten ook een plaattitel hebben. Dus toen zijn we op internet allemaal termen gaan opzoeken die een beetje Dr. John geïnspireerd van die Louisiana Cajun, Louisiana French-achtig taaltje, dat sprak ons wel aan. En toen hebben we daar allemaal shit over opgezocht. En toen stuitte Pablo eigenlijk op het woord Roegaroo. En dat zag er al zo vet uit dat we dachten, dit wordt de albumtitel. Maar toen we de betekenis gingen opzoeken, bleek het dus een soort van mythisch wezen te zijn in die Cajun Legends. Vergelijkbaar met onze weerwolf-legende. Dus half mens, half wolf. En toen dachten we, wauw, deze titel is perfect voor onze plaat. Is het jullie bekend dat Roegaroo, dat schepsel met een menselijk lichaam en een wolvenkop, katholieke dood die zich niet aan de vaste tijd houden? Nee. we hebben geen carnaval gevierd dit jaar. Dus... Oh nee, dat is weer iets anders. Ik bedoel maar. Ik wist het niet, nee. Ik wist wel dat half mens half wolf was. Ik weet niet welke helft. Nou, ik denk de bovenste helft wolf. Onderste helft... De middelste helft. Dat kan wel, als je maar... Nee. Maar ik wist niet dat iemand was die zich niet aan de vaste tijd hield. Hij doodt katholieken die zich niet aan de vaste tijd houden. Oké. En we staan hier nou, een paar dagen na carnaval. Ja, maar de vaste tijd is voor carnaval toch? En dan op een gegeven moment dan is het afgelopen en dan mag iedereen zich niet te goed doen aan alle geneugten die volgens het vaste ding verboden zijn toch? De vaste tijd is na de carnaval, Pablo. Na de carnaval, oké, dus het is zo van feest vieren voor dat. Oké, dus nu is een beetje de periode dat wij als band gaan evalueren, zeg maar, welke mensen zich wel en niet goed aan het vaste dieet houden. En die worden dan gedood? Pas maar op. Het gaat er eigenlijk om de mensen die de plaat niet kopen, die worden gedood. Ja. Dat is het bruggetje. Op welke manier is het album tot stand gekomen? Ja, je gaat op een gegeven moment ga je gewoon nieuwe nummers schrijven en dat worden er steeds meer en je wilt dat kwijt. Dus je gaat een nieuw... Een ei dat uit moet komen. Ja, een ei dat uit moet komen. En op een gegeven moment weet je ook dat er een nieuwe plaat moet aankomen ergens. Dus je gaat gewoon schrijven, meer nummers maken en uiteindelijk groeit zoiets of zo. En in eerste instantie is er nog niet echt een samenhang of zo. Het is al tussen bepaalde nummers en dan denk je van oké, past dit nummer dan op de plaat, ja of nee. Op een gegeven moment krijg je gewoon een concept in je hoofd. En op een gegeven moment hadden we die titel en toen viel alles op zijn plek. En we dachten, wow, oké. En dan gaan we dat intro en het outro hadden we erbij verzonnen. En toen werd het gewoon echt een geheel, een ding. Zo, maar dat komt altijd pas aan een later stadium, dat het echt een ding wordt. En, ja, in eerste instantie zijn het gewoon, ga je gewoon nummers schrijven. En... Op het nieuwe album Roegaroo maken jullie gebruik van vele background vocalisten en gastmuzikanten. Hoe compenseren jullie dat live op de bühne? Waar je dan wel inderdaad voor moet waken, als dat je dat wel nog live kunt overbrengen. En ja, we zijn ooit begonnen met z'n drieën gewoon in de kelder. We gingen gewoon spelen en wat eruit kwam, dat hoor je op die eerste EP. En dat heeft zich zo verder ontwikkeld. En op de een of andere wonderbaarlijke manier is het toch zo dat wat we in de studio ook doen. Dus we hebben bijvoorbeeld bij deze plaat hebben we Hugh Bollinger, een vriend van ons, op bas. Die speelt mee. Elk nummer eigenlijk. Elk nummer van de plaat zit basgitaar in. Als we live gaan spelen, dan vertaalt zich dat toch weer op een andere manier naar een soort van podiumsituatie. En dat is toch wel allemaal anders. En ja, we hebben ook niet echt een hele grote drang om wat op plaat gebeurt precies na te bootsen op het podium. Dus het is gewoon een nieuw avontuur, weet je. We stappen op het podium en zeggen, oh ja, we beginnen met dat nummer. En is er van tijdens het spelen van, hoe gaan we dit zo doen? Dat komt allemaal altijd wel goed. Hoe gaat de Wolf in het algemeen om met recensies? Kijk, je mag de show of de plaat niet zo leuk vinden omdat je niet van de muziek houdt. Maar als je een recensie schrijft en je zegt dingen die niet waar zijn. We hadden laatst een recensie over die release show. En die man had het over nummers
En dat er dingen in gebeuren, drumsolos die te lang zijn, terwijl dat helemaal niet gebeurde. Dat vind ik heel vervelend. Als je een recensie schrijft die feitelijk onjuist is. En daar kan ik wel echt heel boos om worden. En als mensen het om bepaalde redenen, persoonlijke redenen, niet zo leuk vinden, ja, prima, dat mag. We hebben genoeg mensen, recensenten, die het wel leuk vinden. Wat wij doen met z'n drieën, zeg maar, wat wij doen met de Wolf, dat is super persoonlijk. Dat is gewoon... We doen het niet omdat het volgens een bepaald format of ding om geld te verdienen of wat dan ook. Weet je wel. Het is gewoon onze hart en ziel zitten in de Wolf. En als dan iemand iets kuts gaat schrijven daarover, dan... Ja, dan is dat... En het klopt niet, als in het soort van feitelijke verdraaiing van hoe het daadwerkelijk eraan toe ging, dan... Ja, dan val ik dat persoonlijk op. In het tourschema van de Wolf vind ik geen datum voor Poppodium Vol. Moeten de fans in het zittetje zich ongerust maken? Ja, ze moeten gewoon naar Heerlen komen. Zover is dat toch niet? We komen helemaal uit Utrecht naar Heerlen. Nee, we gaan heel graag nog een keer snel in Vol spelen. Maar ja, we hebben ook fans in Heerlen. Die zijn nu heel erg blij. Dus volgende keer... doen we dat gewoon weer zitten. DJ was een groot fan van Wolf. En nu gezien had vorige week zelfs al voorgesteld om ondanks de ziekte met een taxi te komen halen. Maar vrijdagnacht heeft hij de strijd na 8 jaar chemokuur beëindigd. We gingen allebei Ernest, die dit ook allemaal sponsorde. Als hij weer een chemokuur met succes had vertoond, hielden wij het glas bij Ernest. Ik denk dat vriendje zit boven mee te luisteren. Maatje, deze is voor jou, hè? Afloop van het concert nam de Wolf ruimschoots de tijd om het nieuwe album te signeren en met de concertgangers op de foto te gaan.